Deelnemers, start vrij. Dan gaan we, dames en heren, met de eerste koers. Dat is de Heinekenprijs. Triopelgarantie op deze koers. We hebben 3 favorieten. Dat zijn de 4 Il Divo, de 5 Blue Love en de 6 Estanzuela V. Daar komen de paarden aan. Ze gaan richting de baan. Maken dan een korte draai. Doen ze nu. En de start is gevallen. Paarden zijn onderweg. 3 volledige ronden gaan ze afleggen. En de leiding wordt genomen door de favoriet. 1 van de favorieten, Il Divo. 2e plaats is voor Champ Ter Sijpen. En plaats 3 aan de buitenzijde is voor Cassavon. Galopaarden van Champ Ter Sijpen in de eerste bocht. En Cassavon gaat naar de 2e plaats. 3e aan de buitenzijde, Blue Love. Uitgeschakeld nummer 1, galop nummer 1. 4e plek is voor Anne. En ook een paar mispassen in de eerste bocht van de nummer 2. Dat is Siegel. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Komt wat rust in het veld. Il Divo ligt vooraan. Il Divo aan de buitenzijde is het Blue Love. En daarachter aan de relingzijde Cassavon. Daarachter volgt Anne op de 4e plaats. 5e plaats is voor Eagle Transair. 6e is dan Siegel. Siegel heeft wat moeite met de bocht. Daarachter volgt Claudio. Achter Claudio is het de nummer 9. Die moet daar weer omheen. Dat is Alagonda. En daarachter volgt Estanzuela V. Zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune in. En als ze de finish passeren hebben ze nog 2 volledige ronden te gaan. Leiding in de handen van Il Divo. Il Divo, Cassavon, daar komt aan de buitenzijde Eagle Transair. Die loopt vandaag voor het eerst op gras met Simon Woudstra. Daarachter aan de relingzijde Anne. En daarachter volgt in het tweede spoor dan Ruud Pols met Blue Love. Het zijn de eerste 5. Daarachter volgt Claudio op de 6e plaats. En daarachter Estanzuela V. En dan op een paar lengte daarachter Siegel en Alagonda. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde. Il Divo vooraan. Il Divo, daarachter op plaats 2, Cassavon. Aan de buitenzijde komt weer iets dichterbij. Doet hij iedere keer in de rechte lijnen. Schuift hij wat op. Eagle Transair. En daarachter aan de relingzijde volgt op de 4e plaats dan Dennis Minema met Anne. Zo gaan de paarden de bocht door. Een paar mispasjes daar in de bocht. En nu een galoppaarden voor... Uitgeschakel nummer 2, galop nummer 2. Estanzuela V, maar die mag gewoon door. Zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune in. En als ze de finish passeren hebben ze nog 1 volledige ronde te gaan. En het is spannend. Il Divo ligt vooraan. Maar aan de buitenzijde komt Eagle Transair dichterbij. Daarachter aan de relingzijde Cassavon. Anne gaat heel makkelijk mee. Anne lijkt nog heel veel over te hebben, de nummer 8. En daarachter op een paar lengte Blue Love. Dan Claudio. En dan Estanzuela V voor Alagonda. Zo gaan ze de voorlaatste bocht door. Op weg naar de rechte lijn overzijde. En het is nog altijd Il Divo die leidt. Il Divo op de 2e plaats erachter. Cassavon. Aan de buitenzijde Eagle Transair. Weer een rechte stuk. En dus gaat hij weer aanzetten. Maar in die bochten verliest hij steeds zoveel. Er komt nog 1 bocht aan. Daarachter ligt Anne. Daarachter Blue Love. Die gaat nu van de benen. En die loopt ook gelijk weer. En daarachter Estanzuela V. En zo gaan ze de laatste bocht in. Il Divo nog altijd vooraan. En inmiddels is hij halverwege de laatste bocht. En het is Il Divo die leidt. Il Divo aan de buitenzijde komt Eagle Transair steeds dichterbij. Helemaal aan de buitenzijde komt Anne. En die 3 paarden bijna op 1 lijn. Il Divo aan de binnenzijde. Daar komt Cassavon vrij. Il Divo, Cassavon. Aan de buitenzijde proberen ze het. Gaan op de streep af. Il Divo wint voor Cassavon. En daarachter op de 3e plaats Eagle Transair. De 4 wint voor de 3 en dan de 10. 4-3-10 voorlopig.